Ja, lieve vrienden, een hele goede middag bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Gisteren heb ik niet gevlogd, dat was woensdag. We zitten nu op donderdag en het is de 14e, dus het is vandaag Valentijnsdag. Dat wie mij verrast, ik weet het nog niet. Ik heb wel een post door de brievenbus gehad met een rode envelop. Ik moet hem nog openen. Ik heb zomaar een idee van wie die afkomstig is. Maar oké, het is dus vandaag 14 februari en het is 12:47. En Carmen kan elk moment komen, de huishoudelijke zorg. En ik heb ook een hoop te doen, want er staat een vaat hier van hier tot yesterday. Dus ja, dat moet allemaal nog even gedaan worden. En ik moet mezelf even verzorgen qua eten, qua drinken en de diertjes ook. Dus daar gaan we mee beginnen. En tijdens mijn eten doe ik de kaart even. En jullie krijgen straks natuurlijk wel even te zien. Ja. Nou, lieve vrienden, geniet ervan. Oh ja, zal jullie wat laten zien. Die kaart die hier hangt. Ja, die. Die heeft mijn mannetje 2 jaar geleden van mij gehad. Op de envelop staat nog een gedicht. Ik zal hem straks al even vandaag voorlezen. Dan haal ik hem er even af, laat ik het jullie zien en dan lees ik het even voor. Ja, lijkt me wel even leuk om dat ter ere van mijn mannetje te doen. Dus, komt goed allemaal. Ja. Ik zag wat lopen, nou weet ik niet welke kant ik op moet. Daar zit Kandelweel. Oh, Ewen die zit achter me nu. Huppata. Zo. Even een rondje draaien. Dus ja, dat komt straks wel. Ik ga nu eerst even opschieten. En als Carmen boven bezig is, dan doe ik dat wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Ja, goedendag, lieve vrienden. Daar ben ik weer. We zien even op mijn loodje kijken. Oei. Het is 14 uur. 52 en dan ben ik wazig. Carmen die is weg. Ik heb maar gewacht totdat die wegging. En ze heeft het nou zomaar andersom gedaan. Ze is boven begonnen en met beneden beëindigd. Zoals het eigenlijk behoort. Maar oké. Ik had jullie beloofd het eventjes wat te laten zien. Die kaart die nou 2 jaar oud is, die ik van mijn mannetje, aan mijn mannetje heb gegeven, die staat hier dus nou op tafel. En die laat ik jullie eventjes zien. Dus ik draai het spelletje even om. Nou, dat is zo dus. De voorkant. Open, moet het wel willen. Nou. Behoort alleen jou toe. Veel liefs voor vandaag en altijd veel lieve met de vrouw Corina. Dat ben ik dus, zei de gek. Maar de kaart was dus al vol. En heb op de envelop een gedichtje geschreven. Voor mijn grootste schat hier op aarde. Je bent voor mij meer dan al het goud van de wereld met hun waarde. Daar jij het mooiste en de bijzonderste man op aarde bent, vandaar dat jij nu wordt verwend. Veel liefs van je liefhebbende vrouw. Ja, mijn telefoon gaat ook tekeer. Allemaal wat is appjes. Ik zit met mijn stiefzoon, oftewel met mijn zoon te appen. De zoon van mijn mannetje dus. Zo, ik zat weer even met een klepje te hannissen. En hier zegt er ook eentje miauw, die wil ook nog eventjes aandacht hebben. Ja, klein hoopie. Hè? En ik had inderdaad toch vanochtend een kaart gekregen. En inderdaad, ik had gelijk, hè. Jan van Dam. Nou, ik hoop dat jullie... Wacht even, even tegen de koelkast ophouden. Dan kan jullie dat beter zien. Lief, hè. Ja, en ook die zal ik even... voorlezen. Hij heeft hanenpoten hoor. Misschien dat jullie het zelf kunnen lezen. Ik lees hem zo ook even voor.
Nou, groeten plus kusjes. Speciaal voor jou, weer kusjes. Van je vriend plus huismaatje Jan van Dam uit Emmeloord. Lief hè? Ja, vind ik wel. Dus ja, dat gaat zometeen ook opgehangen worden. En Ewen die wil maar aandacht hebben, maar dat gaat even niet. Kan ook niet altijd. Ik moet de afwas nog doen. Boven de kattenbak heb ik al gedaan, ik zweet er. Ik heb op de bank al een schoon laken weer neergelegen voor Frodo. Want ze klopte wel uit, maar even nadenken van haar moet eens een keer gewassen worden. Dat doet ze ook niet. Dat doet Rebecca weer wel. Ja, maar zij niet. Maar ja, maakt niet uit. Nu doe ik zelf wel. En ik kan hem ook beter erop leggen. Zij ook weer niet. Ze legt hem neer. Nou ja, hoe het haar zint. En niet hoe het mijn zint. Nou, dat werkt niet. Net zoals de prullenbak halverwege de toilet zetten. Ja, op je slaapkamer de stoel, waar die behoort te staan, schuift ze op richting je nachtkastje, zo ik kom mijn laarzen niet kwijt van de week. Nee, ik moest alles weer terugschuiven. Nou, dat doe je toch niet, zet het weer op de plek terug. Als ik fatsoenlijk te been zou geweest zijn en ik zou ook dat werk doen, ik heb geleerd, ik heb in dat werk gezeten, enkel dan fabrieken, kantoren, in ziekenhuizen. Maar ook daar moet je de spullen terugleggen op de plaats waar je het vandaan haalt. Of neerzetten. En niet op de plek wat ik wil. Nee, mag niet. Maar ja, oké, wie ben ik? Ja, hè? Hoe goed, dikkie. Wat een dikkie doosje, hè? Je moet zo weer happy hebben, hè? Ja. Het gaat goed met haar. Ja, ze is aardig vol geworden. Dus het komt allemaal weer alweer op zijn pootjes terecht. Hé? Ja, mevrouw, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag, wat die ook brengen mag. Het is prachtig mooi weer, maar hoe de temperaturen is, weet ik niet. Maar morgen voelt het lenteachtig aan. En ik moet morgen ook weg naar fysiotherapie. Als ik terugkom, dan doe ik een bakje koffie en dan ga ik denk ik even omtoer. En misschien dat ik meneertje Frode probeer mee te nemen. Lukt het niet, hè, die pers. Maar ik denk dat ik dan even omtoer ga. En dan neem ik jullie sowieso wel mee. Een deal, hè, dacht ik. Nou, ik zou zeggen, tot straks. Ja, goedenavond lieve vrienden. En dat was Gandalf en daar legt Frodo en hier legt onze prinses Eowyn. Die hebben hun buikje alweer heerlijk volgegeten. En ik ga zo mijn prakje klaarmaken. Ik heb lekker witlof, dus lekker. Worstje erbij. Komt mijn buikje ook weer vol. Ja, ik ben een vlog aan het renderen. En dan zal ik kijken of ik eraan toe kom om hem vanavond naar YouTube te brengen. En anders wordt hem dat morgen wel. Jullie weten dat ik het niet iedere keer nou kan. Want ik ben momenteel ook al weer zat hoor. Ik ben moe. Maar ja, het gaat toch door. Ik moet ook nog naar Facebook. Ben ik de hele dag nog niet geweest. Dus ja, of ik het red. Ik weet het niet. Maar renderen, dat lukt in ieder geval wel. Dus laat maar renderen. Dan kan ik de volgende vlog ook renderen, weet je. Want ik heb er nou 3 of 4 staan. Ook met dat ik om tour ging, weet je nog. Eergisteren alweer. Was ik om tour omdat ik ook naar de psycholoog moest. Had ik jullie mee. En ik neem jullie morgen weer mee, want dan heb ik fysiotherapie. Maar dan vraag ik even aan de beste man of hij even wilt vloggen met mijn camera. Dan kunnen jullie zien dat ik bezig ben. Toch? Ja, vraag ik ook. Waarom niet? Moet kunnen. Ja hoor. En ik ben bezig zelf wat aan het maken. Buiten internet om. Dus niet van internet wegplukken en dat gebruiken of wat dan ook. Nee, ik heb een bloemetje gemaakt. Zelf een knopje eerst. Klein rond knopje. En dan rode blaadjes. Kijk, leuk toch? Ja, ik heb hem al opgeslagen. Zelf even in elkaar gefriemeld. En er komt nog meer bij, maar wat weet ik nog niet. Nee, dat moet ik nog even bekijken. Maar oké, ik ga nou lekker mijn eten klaarmaken
En goede tijden, slechte tijden kijken. En van mijn avond proberen te genieten. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen gaan doen. En ik zeg tot straks maar. Ja, tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om naar bedje toe te gaan. Ja, want het is 1:51. Maar meneer Frodo, die was er net o zo boos. Ja, en dat op Gandalf. Ja, meneer Gandalf, die is buiten. En waar kwam die mee aangelopen, denken jullie? Nee, niet een vogeltje. Een wit muisje. Witte muizen zijn bij mij geen veldmuizen, die zijn bruin-grijs. Maar niet wit. En dit was een witte. Dus ja, ik denk dat die waarschijnlijk ontsnapt is ergens of zoiets. Of dat is een, dat die buiten in een hokje was, ik weet het niet. Want witte muizen zijn meestal muizen die ze in huis houden. Als je niet bang van muizen bent of om aan de slangen te voeren of wat dan ook. En ik weet hier ook niet iemand die slangen heeft. Dus ik weet het allemaal niet. Maar ja, daar was Frodo dus heel boos om. Dat kan al of dat er in zijn bekje had. Ik zit met een haar voor mijn ogen. Dus ja, meneer kan wel eens weg. Maar die komt vannacht nou ook niet thuis. Nee, die is pleiten. Hij was er net nog wel, maar hij is weggegaan omdat Frodo begon te blaffen. Dus ja, ik weet niet, maar het zei het zo. Nou, en ben bezig mijn kruik aan het klaarmaken voor mijn koude voeten, want ik heb stinkkoude voeten. En dan gaan we lekker slapen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!